vandaag is het weer tijd om mijn favoriete producten van de afgelopen maand te behandelen. Ik doe deze keer van de afgelopen 2 maanden, want afgelopen maand heb ik het niet gedaan. En ik kreeg al mails van, waarom is je favoriete van december er niet? Komt die nog? En nee, ik dacht, ik sta het een keertje over en doe ik nu gewoon 2 maanden. Nou, ik heb toch nog een vrij bescheiden selectie van producten gemaakt. Ook film ik nog mijn webcam in plaats van mijn nieuwe camera. Dit komt omdat ik het filmpje had opgenomen. En nou, ik zie er op dit moment gewoon niet goed uit. En dat zie je niet op de webcam. Maar op die camera zie je dat heel goed. Hij ligt daar vanuit daar naartoe kijk. En daar schrok ik eigenlijk een beetje van. En toen had ik zoiets van, nou, ik vind het prettig om nog even met de webcam op te nemen. En als ik straks weer opgepet ben, dan neem ik een mooi filmpje op waar mijn make-up tip-top zit. Met mijn nieuwe camera. Dus ik hoop dat jullie dat begrijpen. Nou, de producten. Ik begin met de droogshampoo van Kruidvat. En dit zijn bus en spuitbus. En ik had er wel eens van gehoord en ik dacht, ja, droogshampoo. Het is gewoon bedoeld om je haar een beetje mee op te frissen. Bijvoorbeeld als je vet haar hebt. En ik heb dat wel eens, dan sta ik 's ochtends op en denk ik, het is vet. Oh nee, ik had het moeten wassen. Nou, ik heb er geen tijd meer voor, ik moet naar school. En dan kan je dit erop spuiten en dan wordt je haar wit. Dus het slaat heel erg wit uit. En dan kwam je na een paar minuten eruit. En dan is je haar gewoon echt niet meer vet. Het is zo apart, het werkt echt heel goed. Dus dat heb ik echt heel veel gebruikt de afgelopen maand. En het is een lekkere flinke bus. En van de Kruidvat gewoon eigen merk. Het is helemaal niet duur. En daar ben ik eigenlijk echt heel tevreden over. Dus die kan ik echt wel aanraden. En ik wil dit misschien nog wel reviewen. Maar ik weet niet of er interesse voor is. Dus dan moet je dat maar even laten horen. Dan heb ik deze parfum van Diesel. De Fuel for Life Summer Edition. Een grote 75 ml fles. En ik heb de gewone Fuel for Life en die vind ik heerlijk. En nu kon ik deze zomerversie voor een stuk minder geld krijgen in de sale. Want ja, de zomer is afgelopen. En het is echt een big ass fles. En hij ruikt zo lekker fris en ja, heerlijk. Gewoon echt lekker zomers. En het is natuurlijk geen zomer meer, maar ik draag hem alsnog. Want ik vind het gewoon een hele lekkere geur. Dan heb ik foundation. De L'Oreal Infallible 16 Hours Foundation. En die heb ik nu een tijdje. En ik vind hem echt heel fijn. Het enige probleem is dat hij zo donker is. Ik heb nummer 145 beige, rose beige. Rose beige, ik weet niet precies hoe het uitspreekt. En ik kan zien, ik zie hier ook vlekken, omdat hij gewoon te donker is. En dan kan je heel mooi aanbrengen wat je wil, maar je blijft vlekken krijgen. En dat heb ik hier ook. Want ik ben hem aan het testen. Het vind ik zo jammer, want hij is echt heel erg fijn. En ik wil hem eigenlijk nog wel reviewen, maar hij is gewoon te donker. Dus dan kan ik hem niet op mijn huid laten zien, dus dat is niet zo handig. Maar ik hoop dat ik me heb vergist, want ik wil hem eigenlijk heel graag hebben. En dan, ja, het is sowieso zonde van mijn geld, maar goed. Dan, de spons waarmee ik hem aanbreng. De Beauty Blender, het roze ei. Ik heb er al een review over geschreven, jullie hebben er vast ook al heel veel over gehoord. Dit is een make-up spons, die maak je nat en dan breng je daar deppend je foundation mee aan. En het werkt keigoed. Het is echt niet normaal. Maar die werkt echt heel fijn. En ik gebruik hem echt sinds ik hem heb. Gebruik hem echt elke dag. En ik dacht eerst dat het echt onzin was. Maar hij werkt super goed. En het puntje kan je dan een concealer mee aanbrengen. Bijvoorbeeld onder je ogen. Maar de grote oppervlakte vind ik het fijnst. En ik had nooit geduld om mijn foundation aan te brengen met een kwast. Maar met deze doe ik het gewoon wel. Dus daar ben ik echt heel tevreden over. En niet alleen foundation brengt hij mooi aan. Maar ook concealer. Poeder, crème, blush, dat doet hij allemaal heel goed. Dus daar ben ik echt heel blij mee. En hij is dan online te koop voor 13 euro of in een set met een cleanser. Wat ik ook heb, een cleanser om hem schoon te maken voor 25 euro. Dan heb ik een nagellakje van Pieces. Die is volgens mij nu of in de sale geweest. En dit is de kleur Miss Jagger Green. Een hele mooie kleur. Blauwe, groene kleur. En Pieces nagellakjes zijn 2-3 euro. Te koop bij Pieces winkels of bij sommige filialen van Vero Moda of van Fila. En ja, ik vind deze kleur heel mooi. En ze lakken, ik heb er meerdere en ze lakken allemaal super fijn. En ze dekken goed. En ik ben echt blij mee. Dan heb ik de bekende Cetje Viet. En dat is een topcoat. En als ik deze aanbreng, droog mijn nagellak. Droogt super snel. En mijn nagels chippen. Mijn nagellak chipt al heel snel binnen 1 dag. En ik was met Serena en die geloofde het niet. Die zei, wat? Binnen 1 dag? Nee man, het blijft sowieso al 3 dagen opzitten.
Ik zei, nee, echt niet. Echt 1 dag en een hoge uitzondering 2 dagen. En dus ja, dat dit dan snel chipt, dat doet nagelijk bij mij toch al wel. Ik heb gewoon hele dunne nagels. En ja, het droogt gewoon heel snel. En heel vaak moet ik gewoon uren zo zitten. En ik ben super ongeduldig en zit ik daar maar zo. Kan ik niks. En nu is het 5 minuten. Deze breng je aan. 5 minuten, klaar. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Dan heb ik deze Lemonade Powder van Catrice. Uit de Urban Barok collectie. En dit, ja, dit vind ik een leuke poeder. Geeft een mooie highlight. Jongens, ik ben zo moe. Echt sorry als ik echt een beetje als een zout ook bij zit en het vertel. Maar ik ben echt even... Dus ik beloof jullie, het volgende filmpje ben ik weer helemaal bright and shiny. De poeder dus. Nou, heel mooi patroontje. Geeft een hele mooie subtiele shimmer. Helemaal niet overdone, maar gewoon echt ja, subtiel. Je ziet het ook nu helemaal niet. Geeft een hele mooie subtiele glitter, shimmer. Op je jukbeenderen bijvoorbeeld. En ik vind hem echt heel mooi. Dus dat is een mooie limited edition. Als je hem nog kan krijgen, raad ik hem aan. Hij is wel iets van 4 of 5 euro. Het is best wel duur. Maar het is wel echt een mooie poeder. En limited edition is maar heel kort te verkrijgen. Dan een paletje. Mijn favoriete palet, denk ik wel. Ik hou van veel kleuren. Ik hou van glitters. Ik hou van over de top kleding. Mega haar. Super veel make-up wat uitgelopen is. En met alle kleuren. En gewoon dikke mascara. En felle lippen. En drag queen style. Ik hou er echt van. Maar ik heb dit paletje van Sugarpill. En dit is echt een heel mooi palet met 4 kleuren. In Sweetheart. En ja, dit is gewoon zo mooi. En Sugarpill heeft alleen maar van dat soort felle kleuren als schaduw. Kijk. I love it. Ik heb er al een mooie Face of the Day meegemaakt. En die heb ik op mijn site geplaatst. Maar de oogschaduwen zijn ook allemaal van zulke goede kwaliteit. En ja, ik kan er gewoon echt helemaal uitleven. En natuurlijk, zo'n kleren draag je niet naar school. Maar dat hoeft ook niet. I love this palette. Echt waar. Heel mooi. Hij is wel duur. Echt 35 euro of zo. Maar it's totally worth it. Ik bedoel, 2 MAC oogschaduwen zijn 15 euro per stuk. En check even hoe groot die pans zijn. Hoe groot. Het is echt huge. Dus echt ben ik heel blij mee. Nou, dat waren mijn favorieten van afgelopen maand. Afgelopen 2 maanden van december en januari. Omdat ik december had overgeslagen. En ja, deze producten ben ik echt allemaal heel erg enthousiast over. En gebruik ik nog heel regelmatig. Dus nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En ik bedank jullie voor het kijken. Oh, en tot de volgende keer. Doeg!